De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Pralaat Seudin, wil op korte termijn de Arawara-sluis opknappen. De sluis die de Wayambo en de Boven-Nikeri-rivier met elkaar verbindt, is al enige tijd defect. Het gevolg hiervan is dat een groot deel van het water niet naar de Nikeri-rivier stroomt, maar naar de Koppename-rivier. Hierdoor hebben de boeren te weinig zoetwater voor hun arealen. Het streven van de minister is dat het komend seizoen tussen de 5000 en 7000 hectare rijst wordt ingezaaid. Dus moet de sluis zo snel mogelijk worden opgeknapt. Arawara sluis is daar neergezet met een bepaalde bedoeling om water van Nikeri rivier, welke nu via Wayambo richting Koppename rivier gaat, om dat te dichten. En alle zoetwater richting Nikeri rivier, monding Nikeri rivier te duwen, waardoor aan de ene kant het waterstand in de rivier omhoog zou gaan. Dan kun je de pompen hier wel 24 uur draaien, want dan heb je genoeg aanvoer van water. Ten tweede, dan kun je ook de zouttong van de rivier naar buiten duwen. Nu is het droge tijd en de zouttong is naar binnen gedrongen, niet ver hier vandaan. Maar ik ben blij dat het nu al een beetje begint te regenen. Dat zouttong weer terug wordt gedrongen. Maar Arawara sluis moet aangepakt worden, één. En de coupure welke daarnaast is ontstaan, van nu, het is al 20 meter breed geworden, dat moet gedicht worden. En daarvoor is openbare werken verantwoordelijk. Dus ik ben al in nauw contact met mijn collega van openbare werken, van wat we allemaal zouden kunnen mobiliseren en toveren om daar dicht te krijgen. Minister Pralaat Seudin van LVV. Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan Wageningen om de status van het pompgemaal na te gaan. Ook die pompen moeten worden vervangen.